In deze les gaan we een uitbreiding van de if-statement bespreken. Nou, zie hier een functie. De functie laat een eenvoudige vraag zien met een paar opties voor de gebruiker. Vervolgens mag je als gebruiker een keuze maken, een multiple-choice vraag beantwoorden. En op basis van de keuze die is gemaakt, zal het programma verschillende dingen gaan doen. Nou, laten we het programma even gaan uitvoeren. De 5. Nou, wat is 2 keer 5? En het is de bedoeling dat ik een keuze maak tussen A, B, C. Als ik A zeg, dan zegt hij van je hebt voor A gekozen. Nou, laten we het programma even opnieuw gaan starten. Als ik voor B kies, dan zegt hij van je hebt voor iets anders gekozen dan A. En nogmaals, datzelfde zegt hij ook voor iets omhoog. Voor C. En deze code is natuurlijk niet perfect, maar het is de bedoeling dat we hem gaan uitbreiden. Want wat wil je eigenlijk? Dit is de code en het draait uiteraard om deze vier regels nou. Wat wij nu hebben gedaan is met de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan, is dat je kan zeggen van nou, als de keuze gelijk is aan A, dan doen we dit. En anders, dan zeggen we van, nou, je hebt voor iets anders gekozen. Maar eigenlijk wil ik, voor het geval dat hij voor A kiest, wil ik iets gaan doen. Voor het geval dat hij voor B kiest, wil ik iets gaan uitprinten. Voor het geval dat hij voor C kiest, wil ik weer iets anders gaan uitprinten. Dus met alleen een if en een else kom ik er niet. Nou, gelukkig hebben we in Python hier wel een oplossing voor. Want na de if kunnen we in plaats van de else of naast de else ook nog eens een elif gaan introduceren. En elif is een afkorting voor else if. Oftewel, je kunt dan zeggen van als de keuze precies gelijk is aan A, dan doe ik dit. En anders als mijn keuze en anders als mijn keuze B is, dan zeg ik van print je hebt voor B gekozen. En dat is niet goed. Niet goed. Zal ik dit stukje tekst ook even hierboven plaatsen. Oké. En dan kan ik, zelfs een specifieke situatie voor keuze C gaan maken. Zien jullie wat ik fout heb gedaan hierboven? Een enkele is, hè? En dat kan niet. Dat mag niet. Want dat was voor de toewijzing. Dat heeft een andere betekenis. Als je gaat vergelijken, moet je dubbele is gaan gebruiken. Hier ook. If keuze is is C, dan zeg van print je hebt voor C gekozen erg goed. Goed. En al anders, dus als je voor D, E, F of 7 of wat dan ook hebt gekozen, dan moeten we zeggen van je hebt voor iets anders gekozen en dat was niet goed. En dat is niet goed. Oké, dus hoe moeten we dit gaan lezen? We lezen dit als volgt. Als je keuze A is, dan doe ik dit. Anders als je keuze B is, dan doen we dit. Anders als je keuze C is, dan doen we dat. En voor alle andere gevallen, dus als je niet A, B of C hebt gekozen, dan doen we dit. Ja? Dus met behulp van elips kunnen we meerdere keuzemogelijkheden afgaan. We zullen eerst even op F5 gaan drukken om dit te testen. Nou, maak een keuze. We doen eerst A. Je hebt voor A gekozen en dat is niet goed. Nou, vooruit. Maak nu een keuze. We kiezen nu voor B. Je hebt voor B gekozen en dat is ook niet goed. Nogmaals, maak nu een keuze. C, je hebt voor C gekozen. Erg goed.
En voor alle andere dingen, dus als ik bijvoorbeeld W kies, je hebt voor iets anders gekozen. Dit is dus die else-tak, hè? Dat is dus hier. Je hebt voor iets anders gekozen en dat is ook niet goed. Dus dat krijgen we nou op het scherm. Stel je voor dat we nou AA gaan intypen. Wat is dan het antwoord? Dat is ook weer iets anders. Dus dat is niet A. AA is niet A. Dus vandaar dat hij hier ook in de else-vertakking terechtkomt. Dus met elif kun je if statements uitbreiden.